dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag konden jullie mijn make-up look bepalen door middel van Instagram polls. En dat is aardig gelukt, want meer dan 400 mensen hebben gestemd. Dus allemaal bedankt daarvoor. Dit is eruit gekomen en ik ben jullie daar heel erg dankbaar voor, want ik vind het heel erg goed gelukt. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gebruikt en hoe het allemaal is geworden? En wie weet kun je wel zien of ik dingen van jouw stem heb gebruikt. Blijf vooral zeker even kijken en doe een duimpje omhoog. En laten we snel beginnen met de video. Oh, en abonneer mijn kanaal, want ik heb bijna 1000 abonnees. Ik heb even mijn haar vastgebonden, want het is echt bloedje warm buiten. Het is zeg maar 30 graden. Dus in de kamer is het echt super warm. Ik ga gewoon make-up doen en daarvoor heb ik jullie dus gevraagd, want jullie wouden wat ik op ging smeren. En ik pak even mijn mobiel erbij en dan ga ik eens even kijken. Oké. Qua foundation konden jullie kiezen tussen de Maybelline en de Ethos. En 58% stemt voor Maybelline en 41% voor Ethos. Dus ik ga de Maybelline foundation opdoen en dat is eigenlijk ook de foundation die ik altijd gebruik. Dus laten we beginnen met de foundation. En daarvoor heb ik dus die Maybelline foundation lekker vertrouwd. Oh ja, en jullie konden kiezen tussen de Primark spons en de Real Techniques spons. Gaan we de Real Techniques spons gebruiken. Dus het is allemaal nog lekker vertrouwd en dat vind ik helemaal top. Hij is trouwens wel bijna op. Dat is een beetje jammer. En dit gaan we opdoen. De foundation zit erop. Nou, kan gewoon nog prima. Dus dat is helemaal top, deze basis. Dan gaan we door naar de concealer. En voor de concealer konden jullie kiezen tussen, even kijken, de HD concealer van Popview en de gewoon vertrouwde Catrice concealer. En 58% die koos voor de Catrice concealer en 42% voor de Popview concealer. Dus we gaan gewoon weer voor de vertrouwde Catrice concealer. Jullie maken het nog lekker makkelijk. Zo. Ik ga trouwens komende week kijken naar een ringlamp. Dus wie weet. Nou, en dit gaan we even uitblenden. Zo, nou de basis zit erop. En ja, ik kan wel een review hierover geven, maar dit is wat ik elke dag gebruik. Dus ik vind het heel fijn in gebruik. En dan gaan we door naar de volgende stap. En dat is natuurlijk afpoederen. Ik had een van Essence en een van Ethos. En 53% koos voor de Ethos poeder en 47% voor de Essence. Ja, die van Ethos gebruik ik ook elke dag. Dus tot nu toe is het nog helemaal hetzelfde, zeg maar. De Ethos fixing powder met gewoon een poederkwast. Dan gaan we het geheel afpoederen. Dat is wel nodig met dit warme weer. Dan zweet je echt alles er zo weer af. Dat was de poeder. Ja, nou, helemaal top. Ik ben trouwens heel verkouden, dan weet jullie dat ook. Ik ben al echt een week verkouden en keelpijn en ik weet gewoon niet wat ik eraan moet doen. Dus ik hoop dat het vanzelf weer een keer weggaat, maar dan weten jullie dat. Film ik nog? Ja, ik film nog. Wat knippert haar? Ik weet niet. Daar ben ik weer en Oké, ten eerste mijn SD-kaart was vol, dus ik moest even wat dingen wissen. En ten tweede zag ik dat ik hier een lichtweerkaatsing had. Dus sorry daarvoor. Het is maar goed dat ik zag dat mijn SD-kaart vol was, want toen ging ik even het filmpje terugkijken en toen zag ik dit. Dus dat lichtweerkaatsing. En anders had ik dat de hele video lang. En dat is natuurlijk niet fijn om naar te kijken. Volgens mij heb ik dat nu niet, nee. Hier had ik dat ergens en hier niet. Dus ik ga mooi iets meer hierin zitten. Maar goed, we waren verder, of ik was bezig met de bronzer en ik weet niet meer waar ik precies was. Maar in ieder geval kozen jullie voor de Maybelline bronzer. Namelijk 62% koos daarvoor en maar 38% voor mijn oude vertrouwde Essence. En dan snap ik wel, want ik snap dat jullie een keer wat anders willen zien. Zo, en dat is dit doosje van Maybelline. Die heeft een highlighter, een beetje een rossige blush highlighter noem ik het. En een bronzer. En hier ga ik dus nu mee contouren. Lekker contouren. Tot nu toe zie ik nog niet zo veel. Eigenlijk. Je ziet echt wel wat, ja. Even kijken. Beetje uitblenden. Nou ja, ik vind het een
fijne poeder. Oké, laten we doorgaan. En de volgende stap was blush. Jullie konden kiezen tussen de Action Blush en de Ethos Blush. En ja, de Action Blush vind ik eigenlijk persoonlijk helemaal niet zo fijn. Dus ik ben echt blij dat de Ethos Blush eruit is uitgekomen. Namelijk 76% koos voor de Ethos Blush en 24% voor de Action Blush. Dus dat is duidelijk. We gaan de Ethos Blush opdoen. Oh, dat is dit hele mooie gouden doosje. Ik vind hem echt heel mooi. De Glam Cheeks Palette. Kleur 701. Maar dat is dit. En er zitten dus hier twee highlighters boven en twee blushes. En ik ga voor deze kleur, want een beetje perzikachtig fel. Ja, lekkere beschrijving, Floor. In ieder geval, die ga ik opdoen, want die vind ik wel heel mooi. Dus dat gaan we doen. Niet te veel, want dan lijkt het alweer alsof ik het donders warm heb. Ik vind blush altijd wel schattig, maar ik gebruik het nooit heel veel ofzo. En dit Ethos paletje. Ik gebruik deze sowieso als ik blush doe, dus dat is ook weer fijn. Dan gaan we verder naar de volgende stap en dat is highlighter. En daarvoor konden jullie kiezen tussen de Revolution palet en zo'n Scare ander paletje. Ik weet eigenlijk niet eens waar die van is, want alles is er afgevaagd. Revolution palet is goud en dat Scare paletje is zilver. 66% koos voor de Revolution palet en 34% voor die zilveren. Dus we gaan mooi de Revolution palet pakken. Dus dit grote paletje en deze ga ik opdoen. Deze was volgens mij zo uit mijn hoofd 10 euro. Dat weet ik nog, omdat ik hem niet zo lang heb. Al moet ik zeggen dat het niet echt zo'n bam highlighter is. En daar hou ik wel heel erg van. Maar op zich, nee, het is wel een hele mooie highlighter hoor. Oké, ja, het is wel echt bam. Ik heb me vergist. Oh, ik weet niet of je het goed kan zien, maar het zit er wel degelijk. Dus dat is de highlighter alweer. Heel mooi. Dat was de highlighter en die is echt super mooi. Vooral met de warme zomerse dagen als je een mooi kleurtje hebt. Dus dat is top. Dank jullie wel voor het stemmen daarvoor. En dan gaan we alweer verder naar, even kijken. Wat doe je altijd na de highlighter? Wenkbrauwen. Oh ja. En daarvoor konden jullie kiezen tussen wel wenkbrauwen gewoon invullen en gewoon niks. 78% koos voor het wel invullen. En 22% niet. En dat is gewoon met het Catrice doosje. En jongens, ik heb een nieuwe. Alles zie je nog. Hij is nog heel. Die andere was kapot. Alles is nog helemaal perfect. Dus ik ga even snel mijn wenkbrauwen invullen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer. Met wenkbrauwen. Ik zeg altijd, wenkbrauwen zijn geen tweeling, maar zusjes. Ik denk dat bij iedereen dat een motto is. En dan waren dat de wenkbrauwen. Ik ga trouwens nog even wenkbrauwgel opdoen. Ik heb een nieuwe weer. Ja, ik heb laatst weer allemaal nieuwe make-up gehaald. Had ik ook gezegd in een andere video. Het was nodig. Dus dan doen we dat. Dit is echt trouwens mijn favoriete wenkbrauwgel. Hema. Nou goed, de wenkbrauwen zitten erop. En nu gaan we door naar de ogen. En daarvoor konden jullie kiezen tussen een Hey It's You palet. Dat is de voorste. En een Make-up Academy palet. En die voorste heb ik gewoon bij Easy Paris gekocht. En jullie kozen, 60% koos voor de voorste en 40% voor de achterste. De voorste Hey It's You palet van Easy Paris gebruiken. En die heeft allemaal verschillende vakjes en daarmee kun je dus per drie vakjes zeg maar een look maken. En ik ga voor die eerste drie vakjes die gouden met bruinige tinten. Want dat vind ik wel heel erg bij de highlighter passen en gewoon bij het warme weer en daar heb ik gewoon zin in. Dus wat gaan we doen? Oké, even mijn kwasten gepakt. Goed, ik pak een plat kwastje en daarmee ga ik in de middelste gouden kleur. En die breng ik aan over mijn gehele ogen. Ik heb deze nog helemaal niet vaak gebruikt. En wow, dit pigment is echt zo goed. Wauw, wow, oké. Moet ik echt vaak gebruiken. Echt heel mooi, echt aanraden. Ik heb niet eens een basis of zo op. Normaal gebruik ik altijd concealer als basis. Maar dat heb ik nu niet. Op in ieder geval. En nog steeds is die mooi. Pakt die hem super goed. Oké, dat is die middelste gouden. Pak ik een ander kwastje en daarmee ga ik in die eerste bronzie kleur. De donkerste. En daarmee ga ik een beetje in de buitenkant van mijn oog en een beetje mijn arcadeboog. Het is wel echt een glitterige oogfestijn vandaag. Kan ook wel een keertje. In plaats van alleen maar mat.
breng ik dus aan in de buitenkant van mijn ogen en in mijn arcadeboog. Ik laat zo wel even een close-upje zien. Ik moet het ook weer niet te heftig allemaal maken, want het is wel gewoon een normale dag. Het is geen party look of zo. Oké, nu is het echt nog boom. Dus we gaan het blenden. Daarvoor pak ik een grote fluffy kwast en ga ik eigenlijk in niks. En dan blend ik het eigenlijk gewoon een beetje met de kwast zelf allemaal. In en door elkaar. En eigenlijk altijd een beetje naar boven, zodat je een beetje zo'n mooi effectje krijgt. Dan heb je hier in dit paletje. En dan zie je hier die roze kleurtjes. En daarvoor ga ik die hele lichte kleur in de binnenkant van mijn ogen doen als een highlighter. En dan brengen we aan de binnenkant aan. Zo, en dan zijn dit alweer de ogen. En ik vind het zelf heel mooi gelukt. En zo te zien wordt het echt zo'n warme zomerse look. Maar goed, dan komen straks nog de lippen. En dat is eigenlijk best wel een cool kleurtje. Ik vind het helemaal mooi. En dan gaan we door naar de volgende stap. En dat is eyeliner. Of ik wel of geen eyeliner op moest doen. 63% zegt dat ik eyeliner op moet doen. En 37% niet. Daarvoor gebruik ik het eyeliner pennetje van Catrice. En dan gaan we gewoon een simpele eyeliner zetten. Oké, hiermee kan ik gewoon niet praten. Echt uiterste concentratie. Dat is één oog en dan gaan we naar de andere. Ik moet zeggen dat dit altijd wel lukt bij mij, omdat ik vroeger elke dag eyeliner op deed. Dat weet ik nog wel. Maar daar ben ik een beetje vanaf gestapt. Oké, we gaan door naar de mascara. En daarvoor konden jullie kiezen tussen een Ethos mascara en een Catrice mascara. 63% koos voor de Catrice en 37% voor Ethos. Dus dan gaan we weer voor de Catrice. Nog aardig vertrouwd. Video's zijn eigenlijk altijd ook best wel lang omdat ik zoveel praat. Vinden jullie video's van 10 minuten fijner of leuker of echt van een kwartier tot aan iets langer? Wat vinden jullie? Bij mij verschilt het echt. Als het echt een vlog is, dan vind ik dat het op zich wel leuk als het wat langer is. En tutorials ook, maar bij sommige video's denk ik ook echt nee, het hoeft van mij niet zo lang. Even kijken, dan gaan we alweer naar het laatste. Ja, dat gaat best snel voor mij dan. Waarschijnlijk met editen denk ik, wow, ik moet echt meer dan 3/4 beeldmateriaal verwerken. De lippen, Kylie Jenner of Sleek? Ik dacht, dat zal nog wel echt een moeilijke worden, maar blijkbaar niet, want 64% zegt Kylie en 36% zegt Sleek. En die Sleek is ook echt mat rood, dus echt diep rood, dus dat is eigenlijk ook wel meer wat voor de winter. Maar goed, dan gaan we die van Kylie opdoen en die is ook heel mooi. En dat is deze gewoon en het is echt zo'n mooi nude. Achtig kleurtje, dus die gaan we aanbrengen. Zo, en ja, wat ik al zei, dit is eigenlijk echt zo'n cool, iets donkerder wel kleurtje. Dit is Dolce K, weet ik veel hoe ik dat uitspreek. Dolce K. In ieder geval, ik breng het wel even in beeld. En ja, ik vind deze heel mooi, dit lipkleurtje. En op zich past het ook nog best wel bij die look. Dus ja, dit is de uiteindelijke look van jullie. Dit hebben jullie allemaal bepaald. En thanks daarvoor, want het is echt goed gelukt. Ik vind het heel erg mooi. En let me know als jullie vaker zulke films willen dat jullie dingen bepalen. Dan kan ik nog wel even creatief een idee voor bedenken. Ik gooi even mijn haar erbij los. Herken je dat? Dat je net je haar gewassen en dat alles nog zo zacht is en niet blijft zitten zoals je wilt. Goed, dit is de look. Bedankt voor jullie hulp. Heel veel mensen hebben gestemd. Dus thanks daarvoor. Zulke dingen kun je allemaal doen op mijn Instagram, Floor Delver. En wie weet kun jij de volgende keer dan ook stemmen op zulke filmpjes. Bedankt voor jullie hulp en dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en tot de volgende keer. Doei!